Zo, Celine, tweede in je eerste cross. Heel even dacht je dat je meeging met Femme. Dacht je dat ook? Ja, dat dacht ik ook. Maar ja, ze versnelde op dat moment ook bergop. En ja, ik dacht, als ik nu die versnelling volg, dan blaas ik mezelf op. En dan, de wedstrijd was nog lang. Ik ben gewoon mijn eigen ritme blijven rijden. En kijk, was vandaag kwam ik tekort. Maar ik mag wel tevreden zijn. Ja, je eindigt ook voor Shirin, Annemarie, Aniek. Dat moet wel deugd doen. Ja, ja, zeker, absoluut. Ik had van tevoren eigenlijk niet echt gedacht dat ik voor Girin zou blijven, want die kan toch best wel goed klimmen. Maar ja, dat was wel het geval en ja, dat doet toch ook wel deugd. Hoe is jouw zomer geweest de laatste maanden? Vooral veel getraind eigenlijk. Ik heb wel wat op de mountainbike gezeten en hier en daar een paar wegkoersen meegepakt. Veel getraind en dat een beetje. Hoe kijk jij naar het aanstaande crossen? Weer een druk programma, druk agenda. Weet je al welke cross je gaat laten liggen? Welke klassementen misschien? Ja, dat zal een beetje af te wachten zijn. In het begin sowieso waarschijnlijk wel een beetje alles meepikken. En dan kijken hoe dat het gaat. En aan de hand daarvan uiteindelijk bepalen van wat pak ik wel mee en wat pak ik niet mee. Dankjewel.